Een bewakingscamera filmt hoe de auto van OH Leuvenspeler Sofian Kien om 6:30 gisteravond in Flemmal letterlijk over een rotonde vliegt. De auto gaat dwars door een gevel van een sporthal. Ook vandaag is de schade in de sporthal nog enorm. Het parket van Luik onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. Maar het staat buiten kijf dat Sofian Kien veel te snel reed. Ce qu'on peut constater, puisque c'est sur les réseaux sociaux, c'est certainement la vitesse. Pour vous dire, un des pompiers m'a dit, madame, en 22 ans de carrière, je n'ai jamais vu un tel choc. C'était tellement brutal et même quand on voit les images, c'est assez surprenant. Kien wordt na het ongeval meteen naar het ziekenhuis gebracht. Hij is even in levensgevaar, maar vandaag stelt de middenvelder het beter. Ik heb juist de papa aan de lijn gehad die mij bevestigde dat het relatief goed gaat met Sofian, toch? Ik denk dat we allemaal de impact wel hebben gezien. Hij is zeker niet in levensgevaar. Hij heeft wel enkele kwetsuren op verschillende plaatsen op zijn lichaam. Maar ik ga daar nu ook niet meer in detail over gaan. Maar hij ligt nog in het ziekenhuis en ik denk dat, toch nog, dat hij daar nog wel eventjes zal blijven. Maar gegeven de impact, relatief oké. Hoe dan ook zijn ze in Flemmal aan een drama ontsnapt. Op het moment dat de auto in de zaal belandt, staat een basketploeg net op het punt om te beginnen aan de training. Zij staan aan de andere kant van de zaal en zien het allemaal gebeuren. Als Kien enkele minuten eerder met zijn auto door de muur was gevlogen, hadden de gevolgen wellicht veel en veel erger geweest. Même 5 minutes plus tôt, il y avait des joueurs sur le terrain en train de s'entraîner. Si on revient une heure plus tôt, on a une vingtaine, une trentaine de jeunes sur les deux terrains là-bas. Et quelques minutes plus tard, mes filles sont en train de s'échauffer et passent à l'endroit où la voiture est tombée, quoi. Oui, des jeunes étaient en train de repartir de leur entraînement. Nous, on arrivait. Donc voilà, ça a été vraiment le moment, entre guillemets. C'est après coup, on réalise que les choses se sont passées vraiment très, très vite et qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance qu'il n'y ait aucun blessé de notre côté.